Hola amigos, welkom bij een nieuwe game video op All These Games. En vandaag is het weer helaas tijd om Minecraft Hunger Games te doen. Als eerste wil ik wel even weer zeggen dat jullie weer de gekste mensen weer zijn in de comments. Kijk maar even mee. Ga op straat mensen zoenen, sta naakt op straat 1 minuut lang, augurkensap drinken, neem telkens een slok chroma. Ik ben toch geen pan of zo die boter nodig heeft? Maak een video van Jo en Bo die tongen. Nee! Nee! Twerk in een rokje. Ja, mijn rokjes zijn veel te klein. Pas er niet meer in. Ga als tegenprestatie in je onderbroek opnemen. Doe ik sowieso al, dus. Spuit shampoo in je oog. Ja, die wilt me blind maken, oké. Ga opa Gangnam Style dansen en chroma zappen. Jongens, wat is dat met het chroma? Wat de hel? Maar vandaag doen we niet één tegenprestatie, we doen er zelfs drie. Nummer 1 is dat ik een wasknijper op mijn neus moet zetten. En nummer 2 is dat ik badstaafjes in mijn neus moet zetten. Dus het gaat lekker weer op het gezicht. Tijdens heel de Minecraft video. En de derde is van Project Minecraft, ja. En die heeft gezegd van dat ik de Salmonappen Castrero moet luisteren tijdens de hele video. En als je niet weet wat de Salmon Acapastrino, Capastrano, weet ik veel, is. Het is een website met heel veel zalmen die zwemmen met hele coole muziek. Je hoort het zo wel. Nou jongens, ik ga even een wasknijper halen en 2 wattenstaafjes. En dan gaan we naar het bureau. Oké, ik pakte net wat staafjes en toen viel alles op de grond. Fijn. Oké, jongens, daar zitten we dan. Ik schaam me kapot, hè, eigenlijk. Hallo. En mijn geluid staat heel hard. Maar ik vind het wel leuk. Heerlijke muziek, hè, jongens. Oké, jongens, dan gaan we op 10 seconden. Hier gaan we. Ik ga naar die chest. 4, 3, 2, 1, 0. Ik zie bijna niks, hè, door die neus. Nou, ik heb alleen een hoofddeksel. Fijn. Hier, kom op. Wegwezen hier, verdomme. Oh, deze map is leuk. Ja, deze is heel leuk hoor. Oké, ik zie bijna echt niks door dat ding op mijn neus, hè. Ik schaam er ook heel erg voor. Hallo, Strawberry 125. Wat een leuke naam. Ik word helemaal rustig van die muziek. Heerlijk, toch? Yeah. Eigenlijk moet ik me best schamen dat ik me zo zelf op YouTube zet, hè. Met een wasknijper op mijn neus en 2 wattenstaafjes in mijn neus. Ja, joh. Heerlijk, toch? Maar ik ben blij. Dit vind ik wel iets beter dan... hoe heet het nou? 2 glazen cola. Opdrinken. Ik kan amper praten, joh, met die leuke muziek in mijn oren. Ik kan het niet. Ja, chest. Ga open. Oh, die kan niet open. Ja, oh, die wel. Ja, daar gaan we, hoor. 1, 2, hoppakee. Ja, yeah, buddy. Dat gaat de goede kant op. Is hier iemand? Wat is dit? Oh, dit is een, hoe heet zo'n ding? Ik weet geen eens hoe dat heet. Hé, maar jongens, die wasknijper op mijn neus doet echt pijn eigenlijk, hoor. En ik kan er ook... Ik praat er misschien wel een beetje anders door. Ik begrijp het niet. Ik doe hem echt zo af, hoor. Want dan gaat het ook zelfs wat pijn doen. Ik vind het niet leuk. Ik mis gewoon een chest. Ik heb een iron bar. Biatch. Oké. Dit gaat echt pijn doen bij mijn neus, hoor. Ik vind het een heerlijk liedje. Ik ga het elke dag... luisteren. Ik zie een chest. Kan ik daarbij? Nee, zeker. Oh, jawel. Hier wel bij. Oké. Yeah, we hebben een broek, jongens. En een zwaard. Niemand mag bij ons toekomen. Oh, ik zie iemand. Ik zie iemand. Ik ga even heel snel weg. Ik zie een chest. Ik zag hem ook. Maar ik moet echt even rennen voor mijn zakgeld nu. Want ik weet zeker dat hij achter me aankomt. Of niet? Oh, nee. Hij zit niet achter me aan. Oh, daar is iemand. Jeetje, gelukkig zien ze me niet, hoor. Oké, ik doe deze echt af. Het doet echt pijn. En deze ook. Ik zie iemand daar binnen. Ik weet het. Holy moly. Is het liedje nou gestopt? Dat vind ik niet kunnen. Ja, chest. Oh yeah. Oh yeah. Here we go. Oké, ik moet even het liedje opnieuw opzetten. Ik vind het een heerlijk lied, hoor. Oké, jongens, we hebben een heel pakje aan. Oh, mijn neus, jongens. Het doet echt pijn. Door die wasknijper en die wattenstaafjes. Ik word er helemaal gek van. En die muziek, hè. Ik kan er geen eens doorheen praten. Zo hard staat het bij mij. Oké, jongens. Maar we moeten wel even actief gaan doen. Gewoon even chests gaan zoeken. Nu open ik heel veel chests. Want ik hoef geen cola te snuiven. Of nee, hoe heet het nou? Cola te drinken. Met zout. Gadverdari. Ik zag ook in de comments dat mensen dat hadden geprobeerd. En dat ze het lekker vonden. Nou, jongens.
Schuim eruit hoor. Hallo, hoe kan dat lekker zijn? Ik vind het echt een kotsmaak hoor. Of het ligt weer aan mij, maar... I don't know, ik wil hier naar boven jongens. Kunnen we zeker niet meer naar boven? Ik wil gewoon naar boven gaan. Ja, hier. Yeah. Oké, maar er is lekker niemand bij me. En ik hoop dat hier... Oeh, wat zit hier nou? Is dit een kabelbaan? Oh my damn, er zit hier gewoon een kabelbaan jongens. We kunnen met de kabelbaan gaan. Nee, kunnen we eigenlijk helemaal niet, of wel? Kunnen we er wel echt heen? Of staat het hier? Ja, het staat gewoon voor de sier. Ja, ik dacht gewoon, dan kunnen we misschien met iets erheen. Maar hey, jongens, we moeten even eten. En ik zie daar een naamplaatje naar boven komen. Dus ik ga klaarstaan. En ik sla hem tegen de galamiezen. Serieus, ik pak mijn zwaard. En ik ga hem slaan, joh. Nou, wilt u niet weten. Oh nee, hij heeft full iron aan. Hij schiet op me. Holy manoli, ik vertrouw helemaal niemand meer in deze game. Ik dacht, oh, misschien kan hij wel vriendjes worden met mij. Maar nee. Ja, hier naar beneden. Ja, goed zo, Roy. Goed zo. Dit is volgens plan. Dit is volgens plan. Volgens mij heb ik hem al eerder gezien hier. Maar dat vind ik niet leuk. Er zijn nog 10 mensen. Waarom zit hij nou achter mij aan? Vieze vuile hufte die is, hè? Oh. Oeh. Hij zit vast nog achter me aan, hoor. Maar ik ga lekker rennen, joh. Zo. Oh, daar is hij. Doei. Jongens, ik heb iemand achtergelaten. Hij zit niet meer achter me aan. Hoe is this possible? Hij stopt gewoon met rennen. Ik ga even hier snel heen. Ik moet even snel ergens anders heen gaan. Anders zit hij weer achter me aan. En dat vind ik niet leuk. Hij moet me nu echt niet meer vinden hoor. Kijk wat ik ook doe hè, jongens. Hoppa. Oh nee, Rietje is weer voorbij. Nee. Nee, Salmon. Salmon, wat doe je nou? Oké, het liedje staat er aan hoor. Hoppakee. Ja. Laat maar erdoor. Geen chest hier. Ik dacht het wel. Oké. Hier. Is dit hier nog wat? Ja. Ah, zo weinig maar. Dat vind ik niet fijn. Kunnen we niet gewoon gaan slapen? Hallo. Kom op zeg. Ja. Dan merken ze... Of nee, dan merken ze eigenlijk helemaal niks van. Dat ik er nog ben. Dus dat is dan een win-win situatie, hè? Het is goed voor mij en goed voor hem. Nou, eigenlijk niet. Omdat ze willen me vermoorden. Wie zie ik daar? Oh, dat is de aardbei. De aardbeijongen. Strawberry. Strawberry ding. Oké, ik moet even eten. Want anders houden we het weer niet. Ik moet even goed eten. Echt heel veel goed eten. Ja, kom op. Oké, jongens. Ik heb trouwens best wel veel jeuk aan mijn neus. Door die knijpen of weet ik veel wat het was. Maar ik zie hier heel veel chests. Of ik zag er één. Ja, ik zag er één. Met niks erin. Oh, nee. Dat betekent dat iemand hier is geweest. Reveal yourself. Weet je, jongens. Ik word eigenlijk best wel kalm van deze muziek. Dus, dank je, Sam. Het werkt echt. Nee, eigenlijk niet. Oh, jongens, we hebben 2 iron sticks. Iron bars. Iron ingots. Zo heet ze toch? Ik zeg heel vaak iron bars, maar het zijn ingots. Nu moeten we een stick vinden. En een... hoe heet zo'n ding? Een crafting bench. En als we dat hebben, dan kunnen we een iron sword maken. Oké, is iemand boven hier? Echt, ik kom heel weinig mensen tegen trouwens. Ik vind het echt heerlijk. Waar zijn de chests? Er zit een tv. Mooi. Oh, hier. Oh, wow. Dit is een mega chest. Oh, we hebben een stick. Jongens, we hebben een stick. Besef. We hebben een stick. Oh my god. Oké, maar nu moet ik wel even goed gaan zoeken. Want in de vorige aflevering had iemand gezegd dat ik gewoon had gemist. Dus dat is niet nice. Ik wil niet naar het midden gaan, denk ik hoor. Nee, ik ga denk ik niet naar het midden. Maar ik ga wel op zoek. En ik wil echt dit keer een iron sword maken. Want hallo. Hoe vaak heb ik al een iron sword gehad in de Hunger Games? Nul. Ja, dat heb je goed. Nul. Ik heb er 0 keren. Ik ben er zo slecht erin. Oké, we gaan even snel in dit huis hoppen. Oh, we moeten echt uitkijken waar we lopen, hoor. Oh, ik dacht dat ik een naamplaat zag. Maar wat staat hier? Dorm 11. Oké. Is hier... Oh, kom op, alsjeblieft. Crafting bench. Muziek is gestopt. Crafting bench, waar ben je? Alsjeblieft, help me nou eens. Doe iets voor me. Help me. Oké, maar nu moet ik hem echt vinden, hoor. Echt serieus, als ik nu doodga, is het al 2 keer gebeurd. Dorm 13. Daar moet er toch eentje zijn hier. Ja, echt hoor. Een leuke bedden trouwens hoor, mooi. 2 minuten till deathmatch, oké. Kom dan.
Waar is een crafting bebar bench? Ik heb je nodig. Wat? Valt hier iets uit? Huh? Wat was dat? Wat valt eruit? Oh, nu heb ik het niet meer. Ik weet niet wat het was. Oké, maar het maakt niet uit. We gaan even... Oh, ik heb gewoon een chest gevonden. Nog een iron bar. Holy manoli. Dit gaat lekker, man. Holy manoli. Oké, ik heb een zwaard. Oh, ik heb ook een stone sword. Die zag ik niet. Oké. Dus die moeten we in de aanslag houden. Zodat we ons rijkdom aantonen. Oké, misschien zit hij hier. Zit hij hier eentje? Dit is ook een dorm. Oh, alsjeblieft. Ik moet hem vinden, hoor. Ik moet hem echt vinden. Hier staat gewoon nog een chest. Nee. Are you freaking kidding me? Nog een stick. Ik kan 2 iron swords maken nu. Maar ga ik niet doen. Ben ik echt dom. Wat valt hieruit? Er valt iets uit, maar ik weet niet wat het is. I don't care. Oké. Maar, jongens, we hebben nog eentje. En dan kunnen we ook een helm maken, hè? Besef. Nou, eigenlijk is het ook niet zo bijzonder, eigenlijk, denk ik. Want sommige mensen... 60 seconden till deathmatch. Pardon. Pardon. Oh nee. Ik ga het echt niet goed lukken, hoor. Waar is een crafting bench? Crafting bench, where you at, bro? Help me. Kom op, man. Oké, even snel door deze dorm. Of ben ik hier al geweest? Ik weet het geen eens. Oh nee, hier ben ik nog niet geweest. Crafting bench? Nu. Zal ik heel snel naar... Nee, ik haal het echt niet, denk ik. Ik kan nu niet naar de spawn gaan in 30 seconden. Dat lukt me echt niet. Oké, we gaan het gewoon proberen, jongens. Het gaat toch niet lukken, maar we doen het gewoon. Ik heb een gevoel dat we het toch gaan lukken. Oké, kom op. Met de muziek, we kunnen het. Die muziek die hype het me helemaal. Ja, 10 seconden, we halen het toch niet. Oh, wat slecht van me. Crafting bench, kom op, man. Ja, daar gaan we, jongens. Deathmatch. Hun hebben zeker vast helemaal iron aan. Hé, jongens? Holy moly, hij heeft full iron. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, go! Fight to the death. Met een TH, hè? Oké, rondjes rennen, niks doen. Hij heeft een diamond sword. Nee, niet mij! Hallo, hey! Nou jongens, ik was wel weer in de deathmatch gekomen en ik ben derde geworden en ik vind dat hartstikke mooi. We moesten echt naar deze crafting bench. Kijk eens wat hier mooi staat. Een crafting bench. Maar oké, jongens, als je dit een leuke video vond, doe dan zeker een groen duimpje omhoog. En als je hem ook leuk vond, doe dan steeds. En ik wil ook even zeggen, voor de mensen die ons nog niet volgen op Twitter. Wij hebben ook een Twitter waar wij updates en zeg maar, dan delen wij onze video's wanneer ze gelijk online zijn. Als je nog niet ons volgt op Twitter, doe dat dan gewoon even zeker. Ons Twitter staat in de beschrijving of is @allthesegames. En ook in de beschrijving staan onze persoonlijke Twitter-accounts. Dus dan kan je ons volgen als je dit leuk vindt. En gewoon een beetje ons wil lekker stalken. En vergeet ook niet te abonneren op al deze games. Zodat je altijd direct ziet wanneer wij een nieuwe video uploaden. Jongens, bye bye.